artiesten de kans hun ervaringen te delen, maar er werd ook uitgelegd. Eind juni in Mosselommer wordt de politie uitgescholden. Het is exemplarisch voor hoe onder sommige jongeren over de politie gedacht wordt. In Zuidoost spraken gisteravond jongeren over hun ervaringen of soms aanvaringen met de politie. Letterlijk heeft de politie gewoon hun hond op me afgelaten, losgelaten omdat ze ze vonden dat ik op een plek was waar ik niet mocht zijn. En weet je waar die plek was? Bij een bushalte. De rode draad is eigenlijk continu de bejegening vanuit de politie richting de burger. En dat is dat burgers zich heel erg onbeschoft behandeld voelen en benaderd voelen en ook vaak onterecht. Om een hele kleine dingen kunnen al hele grote escalaties ontstaan. En dit kan aan agenten liggen, dat kan aan de jongeren liggen, maar dat... Het gaat ook om hoe we elkaar benaderen. Volgens de organisatie is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van je rechten als burger. Ook wordt geadviseerd confrontaties met de politie te filmen met je mobiel. Op het moment dat een agent je aanspreekt, dat je gewoon echt meteen mobiel erbij pakt. Helaas, ik weet niet hoe het gesprek gaat lopen, maar ik begin het gewoon te filmen, just in case. En dat was dan onze voornaamste tip, film van begin tot eind. Zodat je gewoon de hele context ziet wat er gaande is en niet al die halve... filmpjes ziet die je nu op social media hebt. Volgens de organisatie is het niet de bedoeling je alleen via je rechten te wapenen tegen de politie, maar ook door meer onderling begrip de situatie te verbeteren. Dus wat zijn je rechten, maar wat zijn ook je plichten en hoe kan jij het beste je houding erop aanpassen in het contact met de politie? En aan de andere kant is het juist dialoogavonden organiseren waar politie en mensen bij elkaar komen.